Jezus. Ik zat hier net voor jou, hè? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sever. Ik ben René. Ik ben Elena. En het is vandaag donderdag. En het is vandaag droog. Nog wel. En mijn thee is klaar. En welkom bij een dagje met papa routine. Want ik heb vandaag Jesse Silver. Elena die ligt hier lekker onder de eigen gemaakte deken. En René die gaat zo meteen werken. En Elena die wil een theepiercing vandaag. Oh my god. Oh my god. Ja, dat was ze even vergeten. Ja. Yeah. Yeah. Oh my god. Durf je dat? Ja, laat me zo. Ik heb ook een theepiercing gehad toen ik 14 was. Ik moet een beetje wakker worden, jongens. Toen ik 14 was. En toen heb ik heel lang gezeurd bij mijn moeder. En die ging uiteindelijk mee. En dat was in de Broeko, aan de Broekhoosweg. Ik weet het nog. En toen zat ik TMF te kijken. En toen zei ik, ja, doe maar. En toen zat hij erin. Maar ik heb ook een tongpiercing gehad. Ja, maar dat is echt niet hetzelfde. Dat is niet vergelijkbaar. Dan weet ik niet wat dat doet. Maar ik heb ook een tatoeage op mijn voet. En die deed ook heel zin. Dat is misschien een beetje vergelijkbaar inderdaad. Dus ja, nou misschien gaan we dat wel doen. Maar de ervaring leert dat piercers. Heeft altijd gelijk. Nee, piercers willen vaak niet camera erbij. Oh ja. En dan ben ik vorige week natuurlijk bij eentje geweest. Nou, ik hoef mijn bas niet op video. Nee, maar het is misschien wel leuk om gewoon jouw gezicht te kunnen filmen of zo. Nou ja, dat zou toch wel mogen, neem ik aan. Ik bedoel, als je hun er niet opzet. Ik dan, doe even wisselen. Oh, zo. Ja, nou, maar meestal willen ze gewoon niet camera's hebben. Voor het geval dat er iets misgaat en dergelijke. Ik kan me voorstellen dat er wel wat haken en oogjes aan zitten. Nou, de routine van vandaag is al begonnen, want Jesse was 7:45 wakker, super laat, maar had gisteren heel erg koorts. En hij heeft wat langer op de bank mogen spelen, omdat tante Elena er is. Had flinke koorts en hij heeft nu dus geslapen tot 7:45. Ja, en heeft net zijn eerste flesje gehad, die we tegenwoordig in deze fles doen. Ik heb het gaatje wat groter gemaakt met pap. En die vindt hij echt, heel erg lekker. En toen ging ik hem verschonen en dacht van, nou dan komt hij nou even terug, want toen wilde hij toch weer slapen. Dus hij doet nu een dutje en hij gaat straks in bad met Elena. Ik ga nog even naar Basic Fit. Jij ging werken, heb ik al gezegd. En we zien wel wat de dag ons brengt verder. En vanavond? Vanavond gaan we naar Ilse Lange. Maar ja, ook daar mogen dat is voor jouw verjaardag, superleuk. Daar mogen we nooit camera's meenemen, dat is heel vervelend. Dat wat? Mag wel, ik heb gewoon gefilmd daar hoor. Met? Met mijn mobiel. Ja, met je telefoon. Maar als je camera meeneemt, dan mag je niet binnen. Nee, zo niet. Hm. Maar inderdaad. Dus ik kan maar niet nemen. Jouw iPhone die kan heel mooi filmen. Dus dat komt helemaal goed. En verder moeten we even kijken. Want hier zit er breed. Ik ga naar de zee. Ik ga meteen pakken. Staat hij? Ik kan hem net een klein kopje zien. Werks, bye bye. Jesse Silver, wat ben jij aan het doen? Hi. Oké, als je wakker wordt, fruithapje. En even kijken of die even schoon moet worden. Maar ja, je hebt zelf ook twee kinderen, dus ik ga jou niet staan. Ik ben over een uurtje terug. Iets doen? We gaan lekker gewoon tv kijken. Ik ga me lekker hier verwennen op de bank met mijn dekentje. Jesse Silver slaapt, dus ik ga hier lekker relaxen. Nou, best wel leuk om te gaan vloggen met Sergio's camera. Ik wil een thee zetten. Ik zoek een mok. Ik heb nog nooit gevlogd, maar er gaat nou verandering komen. Want ik heb namelijk ook een YouTube-account. Ja, ik moet dan ook een beetje reclame maken voor de mijne, hè. Die heet Mama Vertelt. Mama met dubbel M en Vertelt. Nou. Lekker theetje. Zo. Hangt een leuke vraag aan altijd. Waar heb jij afgelopen week het meest van genoten?
Ik heb genoten van mijn puppyhondje. Ik heb genoten van de kinderen. Ik heb genoten van een lekkere wandeling. En vandaag geniet ik van mijn kleine neefje, die ik al heel lang niet heb gezien. Dus daar kan ik ook heel erg van genieten eigenlijk. Alleen ligt hij nu lekker te slapen. Ik ga natuurlijk niet alleen maar landballen nu ik hier ben. Ik heb namelijk iets heel erg leuks. En dat is namelijk diamond painting. Diamond painting is eigenlijk niets meer dan kleine diamantjes plakken op een voorgetekende print. En in dit geval is dat een uil. Een hele mooie uil. Ik heb alvast wat voorwerk gedaan. Ik ben al aan begonnen. Er zit een plasticje overheen. Daarmee kun je zorgen, daarmee voorkomt dat er stof op komt. Want dat plakt namelijk, dit gedeelte plakt. En dan met een mooi laagje eroverheen zorgt ervoor dat het niet gaat, dat er geen stof op komt. Nou, en hier achterop staan precies welke getallen welke kleur hoort. Welke ik nog niet heb gehad. Dat is de C. C. En dan hoort C bij A13. En dan gaan we kijken welke steentjes daarbij horen. En dat zijn deze. Er zit een heel handig bakje bij. Dat bakje heeft overigens richeltjes, zoals je kan zien. En als je dan even wil dat ze weer omgedraaid worden, dan hoef je alleen maar een beetje zo te schudden. En dan vallen ze heel mooi in die richeltjes, dus dat is wel fijn. Zo, en dan kan je dus heel makkelijk die dingetjes zo oppakken. Nou, daar gaan we. Zo, en op de C. Als je dit elke dag een kwartiertje doet, dan heb je hem wel na een beetje af. Helaas kan ik jullie het resultaat nog niet laten zien, want Jesse Silver is wakker geworden. En die ga ik er nou uithalen en dan gaan we lekker een badje. Mijn kinderen zijn al 8 en 10, dus het is lang geleden dat ik een baby in bad heb gedaan. Dus dat gaan we even doen. Hey schatje, hallo. Gaan wij lekker in de douche? Ja. Oh, leuk. Nou, ik heb hem uitgekleed en ik heb kleren uitgezocht. Dat is best wel moeilijk, want tante Elena heeft 2 meiden. En nu moest ik jongenskleertjes uitzoeken. Maar ik denk dat het wel gelukt is, want ik heb natuurlijk een trui uitgezocht die ik zelf gekocht heb voor hem. Daar zijn we weer. We hebben net gedoucht. Jessie is aangekleed. Fruitappie! Nou, aangekleed en wel. Je denkt altijd, ik kan weg. En dan bedenk je van, dit moet nog uit, dat moet nog uit. De wasmachine droger. Ik moest nog in ieder geval iets van ontbijten. Want anders werd het ook niet helemaal goed. En moest ik nog de tas vullen voor Jessie, luiers en dat soort dingen. En toen moest Elena ineens gaan sporten. Uit het niks. Die dacht gewoon van, nou, ik ga eventjes Basic Fit app aanzetten. En dan gaan we als eerst eventjes, ja, daar zijn we weer. Als eerst even naar een piercing shop om te kijken of dat we Elena de tepel kunnen piercen. Weet je waar ik nou zo ongelooflijk teringhekel aan heb? Als je moet plassen onderweg. Dat je gewoon moet betalen voor het toilet. Dat is echt mijn grootste irritatiepunt. Als ik onderweg ben. Ik vind het echt belachelijk gewoon, van de zotte. Gewoon, als je moet plassen, dan kom je ergens binnen. En dan moet je maar geluk hebben dat je je portemonnee bij je hebt. Want anders sta je dus daar met een volle blaas. En dan je denkt van, ik pies zo meteen echt in de broek. En dan krijg je die deur niet open. Of de fucking hekje of zo, weet je wel. Dan je denkt van, ik spring eroverheen. Maar dat doe je dan niet. Want ja, dan krijg je de boete en zo. Daar heb je geen zin in. Verschrikkelijk. Vind ik echt ellende gewoon. Volgens mij is het in Nederland vooral. In het buitenland niet. Nou, daar heb ik wel een leuk verhaaltje over. Nou, leuk. Namelijk. Vertel. Ik was met mijn vader en de kinderen, waren we met de trein, waren we naar Amsterdam. Dus toen moest ik alsnog betalen. Ja. Slaat op, hè? Kinderen gewoon. Gewoon een menselijk gevolg van dat je iets drinkt en dat het er weer uitkomt op het moment dat je dus buiten de deur bent, dat je daar gewoon voor moet gaan betalen. Oké, nou, mijn frustratie is er weer uit. Ik voel gelijk ook mijn bloeddruk weer een beetje dalen. Nou, dat komt misschien omdat ik geplast heb, waar ik voor betaald heb.
Niet in bad de eerste maand. Wat ga je doen dan? Ja, ik ga iets spannends doen. Wij hebben het al gezegd. Oh ja, ik ga een tape op hier zetten. Ja, kan je doen? Ja. Ben je zenuwachtig? Rassen. Nee. Nee. Piece of cake. Piece of nipple. Nou, veel plezier erbij. Ik heb het gewoon gedaan. Hij zit erin. En ook in beton trouwens. Maar dat gaatje had ik eigenlijk al. Dus die hebben ze alleen eventjes doorgeprikt. Maar die zit er ook in. Dus dat. En we gaan weer even chillen en Netflix kijken en zo. Doei! Ja, wat betekent voor jou Netflix en chill? Lekker op de bank, dekentje. Ja, dat dacht ik dus ook. Dat is chillen, want dat kan ik normaal niet, want dan zitten er iemand... twee kinderen doorheen te kutten. Als Richard naar jou stuurt van vanavond even Netflix en chill, wat denk je dan? Hetzelfde? Nee. Ja. Jij, wat zou jij dan denken? Ja, ik dacht inderdaad gewoon Netflix en een dekentje en gewoon chill op de bank. Maar het schijnt dus uit Engeland overgekomen te zijn. Dat het, dus als iemand naar jou stuurt van hey, vanavond Netflix en chill, dan is het dus Netflix en een booty call. Ja. Was een keer op de radio. En toen maar Richard over. Zou dat nooit zo zeggen, Netflix en chill. Man. Die zegt gewoon vanavond. Ja, die zegt gewoon vanavond even op de bank lekker aan Netflix kijken en even dus goed in de koek. Ja, er is toch iets met vrouwen en het eten geven. Want toen ik begon met het hapje. Toen zag er alles netjes uit. En deze mond was een beetje rood, weet je wel. De rest was gewoon schoon. Maar. Zo ziet hij er dus uit. Als Elena het overneemt. Ik ga daar naar de juryronde. Dan selecteren we 8 die naar de juryronde gaan. Ik ben er niet mee gewend om bepertjes eten te geven. Hij lijkt wel een clown. Met rode neus. Ja, het is op eigenlijk. Het is helft ligt ernaast. Het is op. En de rest ligt ernaast. Oh, oh god. Lik het maar op. Zo, het eten is klaar. We zijn bijna klaar om Jesse weg te brengen en dan naar het Zuiderstrandtheater voor het concert van Ilse Lange. En gaan we nu lekker eten. Wat hebben we? Rijst met kip en vissticks. En we hebben gisteren dus een documentaire zitten kijken op Netflix. Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar wat was wel een beetje mindblowing. Echt mindblowing. Mijn hoofd ging echt om. Ik tikte René altijd aan van nee, dat meen je niet. No way. Echt waar? Zou dat echt zijn? Nou, we gaan er dus nog een beetje. We gaan nog een beetje achteraan. We gaan nog een beetje ons in verdiepen. Want het ging, wat heb ik natuurlijk nog helemaal niet verteld. Ik ben al verteld, maar ik weet helemaal niet wat het over gaat. Het ging over vegan levensstijl. En deze documentaire ging er specifiek over dat sporters die veganistisch werden. Behoorlijke verbeteringen zagen in de prestaties en persoonlijke records. Maar echt grote sporters, gewoon Olympische winnaars en zo. Ja, en de sterkste man van de wereld en zo. Zo, die madame zegt. Dus, ik ben niet om nog steeds, maar ik vind het zeker iets om ons in te verdiepen. Dus dat. Zorg juist dat we beter gaan functioneren, überhaupt. Ja. Wat gaan we nu doen? Een kippetje eten. Ja, wat ik al zeg, we zijn nog niet helemaal om en we hebben natuurlijk nog van alles in huis en zo. Maar ik neig er wel heel sterk naar om het in elk geval een week lang, bijvoorbeeld. Of, wat ze zeiden, als je het gaat doen, dat je het heel snel gaat merken. Dus om het in ieder geval te gaan proberen en gewoon even kijken hoe het voelt. En misschien dat we, want we hebben allebei een veganist in de familie zitten. Of in ieder geval in de vrienden. Nou ja, Lisanne is ook wel een soort van familie. Ik weet alleen niet of hij op dingen wil, maar dat maakt niet uit. Lisanne en mijn nichtje Manon.
die is al heel lang veganistisch. Om die wat ervaringen te laten delen. Tot zover het veganistische gebeuren. We gaan lekker eten, smakelijk eten en daarna naar Ilse Lange. Dus later. Nou, nog even een berichtje van mij. Want jullie zijn al naar bed. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het gave concert van Ilse Lange. Want ik heb echt heel erg genoten. Ook al is het niet jullie ding. Ik ga graag een keertje mee met jullie naar een concert die jullie leuk vinden. Ik heb in ieder geval onwijs genoten. En ik ga lekker weer slapen onder mijn zelfgemaakte dekentje voor Jesse Silver. Ik vond het ook een onwijs leuke dag. Ik heb een tongpiercing. En ik heb een tepelpiercing. Die laat ik niet zien. Maar in ieder geval, jullie zagen wel aan mijn gezicht hoe pijn het deed. Het doet nu geen pijn meer. Ik hoop dat het zo blijft. Ik ga nog eventjes naar een filmpje kijken hier in bed. Heerlijk, want ik heb thuis geen bed. Ik heb wel een bed, maar ik heb geen tv bij mijn bed. Dus hier kan ik gewoon lekker op de bank tv kijken. Dus dat vind ik wel leuk. Dus ik ga nog eventjes iets afkijken en dan ga ik ook lekker slapen. Dag lieve patatties. Tot de volgende keer. Doei.